op de rotonde, dat is het keerpunt van de processies, vinden we op een grote grasvlakte het Bretonse kruis. Het is een geschenk van de Bretonse pelgrims en staat er al vanaf 1900. De Bretonners hebben een bijzondere relatie met Lourdes, want Anna, de moeder van Maria, is de patrones van de Bretonse vissers. Het beeld is een granieten beeld met in het midden Christus de gekruisigde, de kern van ons geloof. Er staan 4 beelden aan de voet van het kruis, gerangschikt in 2. Op de voorste rij staan Maria en Johannes, de geliefde leerling. Op de tweede rij staan de zogenaamde bekeerlingen. Dat zijn Maria Magdalena en Longinus.